De energietarieven zullen vanaf de maand mei tot en met november in kavels met 6% per maand verhoogd worden, vertelde minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen gisteren tijdens een openbare vergadering in de Nationale Assemblée. De bewindsman stelt dat er een nieuwe factuur zal worden uitgegeven waarop de gemeenschap duidelijk zal kunnen zien waarvoor die precies betalen moet. Per 6 mei zal het energietarief marktconform worden voor de niet-huishoudens. Voorzitter, de regering is zich ervan bewust dat korten op objectsubsidie doorgaans een impact heeft op de samenleving. Vandaar dat het besluit is genomen om gelijktijdig met de implementatie van de nieuwe tarieven, de aangepaste tarieven, een set van flankerende maatregelen aan te kondigen en door te voeren. Zo worden bijvoorbeeld huishoudens met een verbruik tot 900 kilowattuur per maand. Abiyamofo stelt dat kleine en middelgrote ondernemers die kunnen aantonen dat die in gevaar kunnen komen door de verhogingen in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning vanuit de overheid. Die ondersteuning zal via de Belastingdienst gebeuren nadat er een verzoek is gedaan, stelt de minister. Een andere maatregel is dat instanties zonder winstoogmerk, zoals gedefinieerd in het staatsbesluit subsidie elektriciteit, de zogenaamde kwetsbare afnemers, dat zij die aantoonbaar ondersteuning nodig hebben, dat die de ondersteuning kunnen aanvragen via de Energieautoriteit Suriname, EAS. De ministeries van BISA, SOSAFO, OWC, maar ook ROS en Volksgezondheid worden hierbij betrokken. Volgens de minister zijn diverse ministeries betrokken bij de evaluatie, omdat verschillende maatschappelijke organisaties in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning.